Nu we in de afgelopen afleveringen besproken hebben wie er allemaal onderdeel zijn van de gemeente, is het tijd om de verkiezingen in te duiken. De gemeenteraadsverkiezingen vinden normaal gesproken eens in de 4 jaar plaats. De eerstvolgende verkiezingen zijn alweer bijna, namelijk op 16 maart. Je stemt bij deze verkiezingen op de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over de plannen en de regels in de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, verkeer en woningbouw. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Alle mensen van 18 jaar en ouder mogen stemmen op de verkiesbare kandidaten in de gemeente waar zij wonen. In de Bredase gemeenteraad zijn er 39 zetels te verdelen. Hoeveel stemmen je nodig hebt voor 1 zetel hangt af van het totaal aantal mensen dat een stem uitbrengt. Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een fractie. Zo heb je bijvoorbeeld lokale fracties van de landelijke partijen zoals VVD, CDA of GroenLinks. En ook hebben veel gemeenten lokale partijen. Deze zitten niet aangesloten bij een landelijke partij. In Breda zijn dit bijvoorbeeld Breda Beslist, Volkspartij Breda en Shout. Fracties die het over het bestuur van het komende jaar eens zijn in hun gemeente, kunnen samenwerken en een coalitie vormen. Partijen sluiten dan een verbond, ook wel een coalitieakkoord. Meestal hebben deze partijen samen een meerderheid in de raad, zodat de plannen die ze maken ook op een meerderheid van de stemmen kunnen rekenen. Partijen die niet tot de coalitie behoren, noemen we de oppositie. De coalitiepartijen mogen ook de wethouders leveren. Zij zijn uiteindelijk degene die de plannen van de gemeenteraad uit moeten voeren. Als je gaat stemmen, kun je ervoor kiezen om te stemmen op degene bovenaan de lijst van de partij waar je op wilt stemmen. Maar je kunt ook kiezen voor een voorkeurstem. Je stemt dan op een specifiek persoon lager op de lijst. Stemmen doe je uiteindelijk in het stemhokje. Je krijgt dan een groot formulier waarop alle kandidaten staan die meedoen aan de verkiezingen in jouw gemeente. Je brengt je stem uit door het hokje rood te kleuren bij het raadslid waar je op wilt stemmen. Alle formulieren worden na het sluiten van de stembureaus met de hand geteld. Als alle stemmen geteld zijn, volgt de uitslag. Maar je kunt je voorstellen dat het soms even kan duren voordat al die formulieren geteld zijn. Op basis van een zogenaamde exit poll kan er meestal al wel een voorspelling gedaan worden. Onderzoekers vragen dan aan mensen die uit het stembureau komen op wie ze hebben gestemd. Om af te sluiten nog een laatste quizvraag. Hoeveel zetels zijn er in de gemeenteraad van Breda? Zijn dat A 12 zetels, B 39 zetels of C 43 zetels? Laat jouw antwoord achter in de comments. En ben je al klaar om te gaan stemmen of heb je nog totaal geen idee? Op de website en social media kanalen van de politieke partijen kun je kijken hoe zij denken over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Ook kun je een van de vele stemwijzers invullen. Op wie je stemt mag je helemaal zelf weten. Het gaat erom dat jouw stem gehoord wordt. Ga dus zeker stemmen op 16 maart. Op de stempas die je met de post hebt gekregen staat waar je het stembureau kunt vinden, wat het dichtst bij je huis ligt. Maar je kunt stemmen bij elk stembureau in Breda. Dus ook in de buurt van je werk, je school of ergens onderweg. Dit was de laatste explainer over de gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt alle explainers terugvinden op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken!